Zwarte Pieten stijl. Pieten stijl. Goed, komt Sinterklaas hier op Skwallen en Pietje Verliefd heeft een mooie naam. Hop, 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 hop. We hebben hier de trouwerij tussen de Pietje Verliefd die het hele jaar al verliefd wie op je Femi. Zwarte Pieten stijl. Hey, Sinterklaasje. Hop, 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 hop. Zwarte Pieten stijl. Het er al een jaar over dat hij zo smoor verliefd is op je Femi. En dus ze komt nou binnen met prachtig mooi twee famkes die erachter rennen die de jurk beet horen. En een supermooi jonkje die het naar haar fut jouwt, ons Zwarte Piet. Pietje verliefd, volle jou trouwen. Maar je Femi van die mooie squal is je brandenboer. Nou, ik wil niks hoors. Nee. Ik wil maar die trouwen. Maar ik weet ik dat er een heel lief Spaans pietje op die wachtte. Ja, daar hebben we het krek van. En daar ben je juist mij vertrouwd. Dat ik nog eens. En omdat wij net hoe een dorst op verdrietig wist, hebben wij deze ringen betacht. Want geld en iets en waar het is een mooie ringen maken. Haiti, hè? Haiti, het is een mooie ringen maken. Oh, mooi zie. En een wolk tij, Pietje verliefd, vreeg je om deze ring te scoren om de vinger van je Femi. Het maakt om twee vingers, want het is een mooi grut god, hè, wees je. Je Femi, ja. Maakt tij, vreeg je om deze ring te scoren om de man, weet je, recreatie sign hebben. Dat Pietje verliefd. Dat wil ik wel. Dan. Nou. Applaus. En deze ringen binnen vriendschapsringen. En hiermee willen wij aangaan dat ik voor altijd vriendjes mij de bloemen wil. Maar hiermee willen wij ook zissen dat ik bloem in Sibrandenborn, bij deze band. En dan kerst naar Spanje taak. Mooi, Mien. Meisjes Piet. Meisjes Piet. Vrouw inmiddels, hè? En daarom wil ik vragen je. Lieve Zwarte Piet, was toch voor altijd mijn vriendje bloemen? Maar natuurlijk. Wat is er op je antwoord? Tuurlijk. Applaus. Applaus. Wat is hier het gebeurd? Nou, je Femi is getrouwd voor een Pietje verliefd. Je Femi ging met Zwarte Piet trouwen en dat vond ik wel een beetje raar. Waarom vond je dat raar? Nou, dat kan toch niet? Nou, bruin en licht, dat past niet een beetje bij elkaar. De broer is juf en dan is een Zwarte Piet. Iemand die heel veel werkt en iemand die gewoon op school zit. Ik vond het wel raar, want op het Sinterklaasje nou weer je vertrouwd met de meisjes Piet en nou ik dacht maar je Femi. Ja, want waar werkt Zwarte Piet gewoon wij? In Spanje. En waar werkt juf? Hier. En wie is ik even benauwd dat juf mooi ging naar Spanje? Ja. Juf? Gaat juf nou ook mooi naar Spanje? Nee, ik ga net maar naar Spanje. Nee, dat koek echt net meidje. Ik bloe echt bij de Bernies die Brandenborn. Ja, Pietje Verliefd die is juist getrouwd. Maar hij is een echte meisjes, Piet. En hij gaat lekker weer om naar Spanje. En ik bloe bij deze ben. Vind je dat net jammer, Piet, dat juf net mooi kind? Nou, ik vind het enorm jammer. Maar ja, voor de ben, je Femi is natuurlijk wel geweldig. He? Het is een geweldige juf, een geweldige vrouw. Maar wat heeft ze nou zijn? Ze bloot? Op school. En wat vies ervan? Leuker. Goeie!
Goeie. Zeg het eens. Wat ben je aan, man? Ah, nou, net volle, koffie zetten. Ah. Het is geen vaart, hè? Dus net volle te doen. Hè? Maar wij varen er regelmatig mee naar Frankrijk en België. Maar voor het werk nog? Of, Nee, voor plezier. Ik ben bijna een kunstenaar, dus onderwijs kun je wel eens wat doen. Maar het plezier is de grootste part van het varen. Alvaren, de shuttle was voor Friesland. En dan ben er echt wat dingetjes die daarmee verbonden waren. Hè? Landschappelijke reliefkunstwerken. Is er nog een onderwijzende inspiratie op? Ja, ja, door inspiratie. Dat is bijvoorbeeld een werk in Frankrijk, die wel. Dat. En dan zag je richting Middellandse Zee, maar dat is nou nog. Ja? Nou, dat is zo nog wel mooi weer, maar dat kost wel een patiënt natuurlijk. Hè. Aha. Ja? Dat schip lost wel wat. Zo'n schip lust wel wat natuurlijk. Je hebt helemaal gauw eens bij de pomp. Ja, ja, nou, we nemen in één keer. Het waren heel 3000 liter mee. En dan zijn we dan. Dan heb ik een bak zegeltjes. Ja, nou. Dat is mooi, hè. Bak zegeltjes. Ja. En heb je altijd op een schip wennen? Of? Nee. We hadden nog 2 keer schip hoor en we hadden 3 uur nog. Maar ja, je moet er wat voor oren, hè, in het leven. Dat is dan hoor je er wat aardigheid in. Want net. En waarom dacht je van ik wil ben op een skip? Nou, om de reden dat we dan wat. Ja, wat vaardigheid, wat meer een bepaald soort vrijheid in dat. Hè? Je bent krek de slak. Je bent een krek zo lekker langzaam als een slak. Hè? Je had het hoes op een nek, moet je eens verspreken. Ja.